Zitten we in het vliegtuig? Heb je er zin in? Waar gaan we naartoe? Bij. Het is bijna weer. Nou. We zitten in het vliegtuig. Dus ik zie jullie over. Over 6 uur. 6 uurtjes. 6 uurtjes. Zie ons weer. Bye! Tot ziens, bedankt. Ja, klopt. 10 graden. Nooit bij www.xpedia.nl boeken. Maar echt. Een kutsite, jongen. Echt, joh. Jezus. Alleen maar gedoe gehad. Anyway. 1, 2. Hoppakee. Zo, dat is een mooie kamer. Oeh. Laten we naar het uitzicht kijken. Oeh. Kijk. En dames en heren, ik presenteer u hier zo. Nog niks? Nee? Oh, no tjoetje. No smoking. Even kijken wat we zien. Geen kut. Geen kut. Oh, dat is die andere tower, daarom. Anyway, ik geef jullie even een roomtour. Oeh, dit zijn de kasten, denk ik. Ja, dit is een kledingkast. Dan hebben we hier een spiegel. Ik zie er echt niet uit. Hier hebben we de badkamer. Ziet er wel leuk uit. Cute, cute. Heel dit hotel heeft allemaal, hoe heet dat, marble gebeuren. Ze love it. Twee persoonskamers, maar met één bed of zo. Ja, weet ik niet. Oh. Dat zijn de bedden. We hebben nog een stukje waar je zit. Onze koffers komen er nu aan. Got our food. Dit is mijn curry, denk ik. Yes! Curry! Ik zie niks wat jij ziet. Ah, windows. Blijf zo zien. De eerste hap is altijd het spannendst. We zitten op bij het zwembad. Ik wil jullie even laten zien hoe erg Moreno zijn best doet om zijn Snapchats te maken. Kijk.
Doe je ding. Even twee mooie gebouwen. Kijk, dit is ons hotel, maar dit is ook ons hotel. Het zijn dus twee van die torens. En als je er tussenin wil staan? En als je er tussenin wil staan, dan moet je dit doen. Zorg eerst dat je tussen de torens in staat. Kom maar, laat je zien. Even opstaan. Dat kan ik je goed laten zien. Oh ja. Het gaat meer om het positie, hè? Dat jij tussen, hier tussenin staat. Je ziet nu, oké, dan moet je even uit mijn beeld steken. Vervolgens laat je het van heel hard vallen zo. Doe je slipper uit gewoon zo. Ja, en vervolgens klik jij met je vinger als je goed bent. Zo. En dan een mooi resultaat, dames en heren. Dit is een mooie foto. Dit is een mooie foto. Ik ga stuk. Ik ga stuk om hem. Mensen kijken hem zo raar aan. Het water is gewoon warm. Ja, nog nooit meegemaakt, eerlijk gezegd. Zelfs in Turkije niet. Het gewoon warm water. Gewoon lekker. Maar goed, we zijn dus net naar het strand geweest. En we gaan nu weer terug. We zijn bij de Marina Beach geweest. En we gaan nu terug naar het hotel. Wat we dus hebben gemerkt de afgelopen dagen, is dat wij alleen maar heet water hebben. Dus ik douche met moeite en Marino ook. Over 600 meter. Sla linksaf de oprit op. Abu Dhabi. Oké. Maar hoe heet dat? Ik douche met moeite, want ik kan niet met heel heet water douchen. Dus we gaan even kijken of we naar een andere kamer kunnen. Of dit probleem bij heel veel mensen. Ja, maar onze hele etage heeft het probleem. Maar ik weet niet of het in het hele hotel hetzelfde probleem is, snap je? Ja, dus we gaan even. Oeh, mooie wolken. Ja, we gaan even kijken of we daar een andere kamer moeten of gewoon daar blijven en dat heet water gewoon zo moeten doen ermee. En dan gaan we ons klaarmaken en vervolgens gaan we naar de welbekende Dubai Mall. Ja. En ik heb een aantal plekken gekregen van Natasha die ik sowieso moet bezoeken. Dus dat ga ik allemaal opzoeken. Ik heb al een paar eettentjes gevonden die ze ook had aangeraden. Dus kom helemaal goed. So stay tuned. Oké, jongens. Wij zijn zojuist verplaatst naar een andere kamer. Even een backstory. Onze kamer had dus geen koud water. Dus alleen hot water. Nou, daar kan je niet van douchen. We hebben met moeite gedoucht, weet je wel. Dus hebben we gebeld en hebben ze ons geswitcht naar een andere toren van het hotel. Want het hotel heeft dan twee torens, de Adam en Eve toren. En nu zitten we in de Adam toren, ja. Dus, ik geef jullie snel een roomtoertje. Hier kom je binnen, heb je gewoon weer een kast, lekker bakjassen nu erbij. Hier is de douche en wc, daar is Moreno, dus dat ga ik niet laten zien. Hier hebben we een koffiegedeelte. Onze koffers zitten er. Spiegeltje. De bedden. Zo, en ik ga jullie de view laten zien. Want dat moet even met licht uit. Anders kan ik jullie niet laten zien. Maar, oh, gaat niet goed. Look at it! Super mooi. Echt een mooi uitzicht nu. Love it. I'm all yours. I just wanna hold you close. Again.
eten eerst natuurlijk. En dan, ja, hier word je gewoon op. Dan lekker shoppen of kijken. Wat zijn jullie zo? Geintje, ik ben nog niet weg. En kijk, zo zien we er nu uit. Super mooi. Hij past er helemaal bij, hoor, jongens. Thuis. Hij past er helemaal bij. Ja, ik heb een Maserati zo zitten. Echt, hè? Goudmarkt? Souk. Je hebt verschillende souks. Textiele souks, goudsouks, nog wat souks. Zoek maar wat uit. Zoek maar gewoon iets leuks uit. Juist. En het was vol goud. Net als Turkije. Ik weet niet of jullie ooit in Turkije zijn geweest. Heb je van die mensen die je dingen aan willen smeren. Maar hier heb je het gewoon 10 keer erger. Oh, heb je op elk, letterlijk om de meter heb je iemand. Yo, you wanna buy some gold watches? Gucci bag, Louis Vuitton. Good, 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 good. Ja, maar goed. Het was super druk. Het was wel leuk om te zien, hoor. We gingen een beetje jullie zaken in. Beetje kijken. Het goud is wel een beetje anders, hoor. Ja, man. Het volgens... lijkt heel nep. Ja. En jij hebt dan vastgehouden. Ja. En zei ook dat het licht was. Ja, ik weet niet. Dus, hè? Want wij Hindoes staan het recht alleen echte dingen. Je weet het toch? Toch op die jari jari. Gewoon een beetje komen. Een beetje showen op die nauta. Je weet het? Gewoon gold gold. Kijk hè? Kijk waar hè? Nou, oh, Janina. Goed. Nu gaan we wat te eten zoeken. We gaan terug naar... Al-Barsha, want we waren dus in Deira, toch? Ja, in Deira. Dat is echt, eigenlijk een beetje de downtown. Je zit ook hier een heel ander sfeertje. Het is een heel ander sfeer. Hier zie je ook echt de local mensen. Ja. En veel Indiërs ook. En ik kan het verstaan. Nee, kijk dan. Ja, kijk, LG wasmachine. Oh, kijk, hier komt al jullie spullen vandaan. Je zit hier een LG wasmachine. Kijk, al die dozen. Hier zie je Samsung. Zitten we in het vliegtuig? Heb je er zin in? Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Bij. Het is bij nou weer. Nou. We zitten in het vliegtuig. Dus ik zie jullie over. Over 6 uur.
6 uurtjes. Zie je ons weer. Bye. Tot ziens, bedankt. Ja, klopt. 10 graden. Zitten we in het vliegtuig? Heb je er zin in? Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Bij het spijt nou weer. Nou. Dus ik zie jullie over. Over 6 uur. 6 uurtjes. Zie je ons weer. Bye! Tot ziens, bedankt. Ja, klopt. 10 graden. Kut, Xpedia. Nooit bij www.xpedia.nl boeken. Maar echt. Kut site, jongen. Echt, joh. Jezus. Alleen maar gedoe gehad. Anyway. 1, 2. Hoppakee. Zo, wat een mooie kamer. Oeh. Laten we naar het uitzicht kijken. Oeh. Kijk. Dames en heren, ik presenteer u hier zo. Nog niks? Nee? No smoking. Even kijken wat we zien. Geen kut. Geen kut. Oh, dat is die andere tower, daarom. Anyway, ik geef jullie even een roomtour. Oeh, dit zijn de kasten, denk ik. Ja, dit is een kledingkast. Dan hebben we hier een spiegel. Ik zie er echt niet uit. Hier hebben we de badkamer. Ziet er wel leuk uit. Cute, cute. Heel dit hotel heeft allemaal, hoe heet dat? Marble gebeuren. Love it. Twee persoonskamers, maar met één bed of zo. Ja, weet ik niet. Oh. Dat zijn de bedden. We hebben nog een stukje waar je zit. Onze koffers komen er nu aan. Maserati moeten inleveren. Helaas. Het is dus de laatste dag. En ze hebben ons geflasht, man, met de kilometers. Echt, hè? Je krijgt 250 kilo, 250, hè? 250 kilometers krijg je. Gewoon dat je mag rijden. En extra kilometers begrijp ik moet je voor betalen. Bij deze auto is het 1 dirham per kilometer. Maar dat is niet zo, dat is 1 euro. Nee. Maar bij grotere auto's, duurdere auto's zeggen ze, is het fucking 50 dirham. Per kilometer. En dat dus, hebben ze niet gezegd. 13. Nee, niet 13. 3. 3 was er wel. 3,60. Of was dat? 3,360. Moest ik eigenlijk betalen. Dat is 3000 dirham of zo. Over 200 is, meter. Is 2,300 euro of zo? 2,300 euro? Voor 77 kilometer. Dat is toch fucking niet normaal? Want je tankt voor 10 euro of zo en zit bij een tank vol. Maar ja, toen even kijken. Heb ik mijn onderhandelings. Heb ik mijn onderhandelingstechnieken en mijn gespreksvoeringstechnieken ingezet. Shout out naar Haagse Hogeschool.
En heb ik het voor 5 dirham alsnog iets van 90 euro moeten betalen. Ja, maar dat is toch veel te veel, 90 euro voor 77 kilometer. Te veel. Maar ja, het zij zo, het is maar geld. Dus we hebben het naar ons zin gehad. Dat is belangrijk, dat we naar onze zin hebben gehad. Ja, inderdaad. Dat wel. Links aanhouden. Even kijken hoor. We gaan nu naar de Jumeirah Beach weer. Laatste keer, even zonnetje pakken. Laatste keer even een uurtje chillen daar of zo. En dan gaan we richting de mall. Eerst naar huis douchen toch? Of wil je daar direct gaan? Wij zijn we nat als we. Ja, ik weet niet, ja, of we drogen op daar. Eigenlijk is het beter als we direct doorgaan, maar dan hoeven we geen tijd verliezen. Ja. Maar dan als we klaar zijn bij de mall, dan gaan we gewoon terug naar hotel, douchen en dan eten en zo. En we gaan lekker vitamine D inslaan. Samen. Ja. En we gaan gezellig wat vieren met een viergangen diner in de Maserati bij de Burger King. Bij de Burger King? Dus nou, stap in. Zo doen we dat. Hè? Hoppakee. Ik ben onderweg, baby mama. Maar en laten we even het geluid even horen, jongens. Eén, twee. Even wat te eten halen. Morgen is onze laatste dag. Ja, want vertel ook dat we bijna de fout in zijn gegaan. Ja. Wij dachten dus dat we... Wij dachten dus dat we op zondag, in de nacht van zondag naar maandag vertrokken. Ja, maar we vertrekken dus in de nacht van zaterdag naar zondag. Ja. En als zijn moeder niet had geappt om te dubbel checken... Oh, wacht, mijn gordel even. Ja, kijk eens. Mooi ding hoor. Dit is hem, jongens. Ja, jullie hebben met de andere camera wel mooier. Ja, dat is waar. Dus ja. Ja, we hebben dus, hoe heet dat? Toen dubbel gecheckt en blijkt dus dat we één dagje minder hebben. Want we hadden alles uitgepland wat we gingen doen en zo. Ah, jij weer weet? Ja. Ja. Grapje, geheugen was vol, dus een andere telefoon. Hè? Maar dus, we hadden allemaal dingen gepland, Groupon dingetjes, weet je. Voor dineren en zo. Maar anyway, woe! Boy. Blijf leuk, hè? Anyway, het is allemaal gefixt. We gaan alles morgen nog even proppen erin. En er het beste van maken, onze laatste dagje. Ja, het lukt allemaal nog wel. Dus ja, alles hebben we goed geregeld, ook met de Maserati, want die zouden we eigenlijk zaterdag... Ja, die zouden we dus eigenlijk morgen huren. En gelukkig iets zei me van ja, leg het nog niet vast, want ik ben 2 keer naar die vrouw geweest om te zeggen van ja, ik neem zaterdag die Maserati en even afspraken maken en een paar gegevens invullen. Maar ik zei tegen de vrouw, ja, ik betaal pas zaterdag. Ja, want ik zei aan hem, betaal het gewoon meteen dan ben je er vanaf. Hij zei, nee, laten we het gewoon wachten. Ja, klopt, want dit soort dingen kunnen altijd gebeuren. Ja, dat is waar. Als we dat hadden vastgelegd, dan zouden we niet meer kunnen omwisselen de dagen. Ja, misschien wel, misschien niet, maar je weet nooit hoe mensen kunnen zijn, hè? Ja, maar ook met het huren en zo. Je weet niet of het verhuurd wordt. Oh, zo bedoel je, dat ook niet. Maar of ze dat geld überhaupt zou teruggeven, dat weet je ook niet. Ja, dat ook. Maar anyway, dat terzijde. We gaan even lekker naar de Burger King. En het is lekker 24 uur open, dus 24 keer langs gaan. 24 uur open. Oké, zo. We zijn nu bij de Burj Khalifa. We gaan nu de entrance naar binnen. Ja, we zijn eigenlijk al binnen. I'm just waiting.
fast track tickets. Yes, thank you. Tijdtekort, een beetje haasten, maar maakt niet uit. We are getting the show on the road, peoples. Anyways, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar onze Dubai vlog. Het wordt waarschijnlijk één vlog. Dus ik zie jullie weer de volgende keer. Doeg! Bang, 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 bang.